van Rotterdam als uitgaansstad? Rotterdam, een hele goede uitgaansstad voor techno sowieso. Omdat je, ja, nee, je hebt natuurlijk Perron, Toffler, Maasilo boven, Factory. Ja, echt geweldig. Rotterdam heeft sinds 10, 20 jaar een prominente plek in de underground scene. En ben je de Nieuwe Oost als locatie? Wat vind je daarvan? Ja, super. Ik hou echt heel erg van dit gebouw, zeg maar. Maasilo en dat hele gebeuren. Ja, echt heel gaaf. De Nieuwe Oost als locatie is heel erg underground. 1800 man passen erin. Het was gewoon eigenlijk een perfecte plek om het hier te organiseren eigenlijk. Ik ben wel vaker hier geweest en de locatie vind ik wel echt heel tof. Maasilo ken ik natuurlijk al, het hoorde vroeger bij de Maasilo. En nu als poppodium binnen Rotterdam, na het verdwijnen van de Wat, en nu de Nieuwe Oost. Deze locatie blijft te gek gewoon. Okay. Het is de beste locatie van Nederland, vind ik. Wat ik ervan vind? Ja! Goeie muziek! Is er nog een DJ waar je speciaal voor komt? Ik wil heel graag Kenny Larkin horen. Ik heb nog nooit gehoord. Dus echt super. Ga je vaker komen nu? Nou, ik zag net op de poster Krijntje Papi staan. Dat lijkt me ook wel leuk. Het is wat minder geweest, maar de laatste tijd is Rotterdam weer sterk aan terugkomen. Met goede programmering. Ja, er zijn niet zo heel vaak feestjes waar ik naartoe wil hier. Maar als we wat hebben, dan vind ik het wel altijd echt heel leuk hier. Eigenlijk hoort iedere stad hoort gewoon een vast poppodium te hebben. Ja, en dat moet gewoon gesubsidieerd worden. Dat heeft iedere stad. Het feest heet We Love Rotterdam. Duidelijk. Hou jij ook van Rotterdam? Ja. En wat vind je zo leuk aan de stad? Dit. Ik heb hier gewoon wel echt een hele mooie tijd meegemaakt. Ik heb Nighttown gedraaid, wat later de Wat is geworden en wat nu volgens mij leeg staat. Ja. En daar heb ik echt een fantastische tijd meegemaakt. Eerst op donderdagavond en later met The Future. Maar ook feest in Ahoy, de Dance Parade, Strand aan de Maas. Vind je het een leuk feest? Sowieso, because I love Rotterdam. Yeah. Wat vind je zo leuk aan Rotterdam? Is mijn stad. Ik ben hier geboren en getogen. Ik ken heel veel mensen en ik zou Rotterdam voor geen goud willen ruilen met een andere stad. Ja, ik heb zoveel toffe avonden hier in Rotterdam gehad. Dus ja, ik ben er altijd wel heel gevoelig voor. Catwalk of zo was echt ook een fantastische plek. Dus het blijft voor mij altijd heel speciaal om weer hier te draaien. Hey, je ziet al die Rotterdammers. Die hebben allemaal een verschillende nationaliteit. En verschillende achtergronden. We zijn in Rotterdam weer in de stijgende lijn bezig. Maar laten we dat met z'n allen doen. In plaats van elkaar een beetje af te katten of het elkaar moeilijk maken. Want ik denk juist dat je als je sterk staat, samen, dat je het een stuk verder kan brengen. Nou, de laatste jaren is het heel erg omhoog gegaan. Het lag natuurlijk een aantal jaren op zijn gat, zeg maar. Ja. Maar goed, met de Vuig en Perron. En de Toffler die weer open is en Nieuwe Oogst natuurlijk, echt top man. Goed bezig in Rotterdam. Het goede aan Rotterdam nu is, er zijn een hoop kleine nieuwe initiatieven. Er zijn een hoop nieuwe goede jonge DJ's. Jeff Moore, Jamie Lee Aqui, die echt hard aan de weg gaan timmeren zijn. Je hebt allemaal kleine organisaties die goed bezig zijn. Ja, dus het broeit, het leeft wel. Alleen nu moet er nog iets meer naar elkaar gekeken worden en samengewerkt worden. En dan geloof ik wel dat het kan.